Hallo en wat leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van U in de Wijk Overvecht. We beginnen vandaag met koffie met een kop in de McDonald's, waar wijkagenten een informeel spreekuur houden. Verslaggever Els doet verslag. We nemen vandaag een kijkje bij Koffie met een Kop. Dat is het informele spreekuur van wijkagent Rus. Hij zit elke tweede maandag van de maand bij McDonald's van 9 tot 11 om een praatje te maken met bewoners die hem spreken willen. Begin van dit jaar ben ik benaderd door de gemeente en ook door Marijke Honig van de McDonald's. Of ik zin en tijd had om één keer per maand een spreekuur te houden bij de McDonald's. En daarom zit ik hier. Is dat concept echt van McDonald's of zijn er ook andere bedrijven die eraan meedoen? Nee, het concept is niet van McDonald's, maar het is van de politie. De politie in Amerika is ermee begonnen en die zochten een laagdrempelige plek om het te doen. Het is dus ook niet een activiteit van McDonald's. Ik ben gastvrouw en ik bied koffie aan en that's it. Het doel van dit spreekuur is om laagdrempelig naar de bewoners te zijn. Want als ik op het politiebureau zit, dan zal iemand niet zo snel naar het politiebureau komen om even een vraag of een verhaaltje te houden. Dus, kunnen de bewoners hier ook aangifte doen van incidenten die ze overkomen? Ik neem hier geen aangiftes op. Ik kan wel mensen verwijzen naar het bureau, kijken van hoe gaan we het aan de vork steken, hoe is het op een zo'n vriendelijke en veilige manier om aangifte te doen. En ik kan ook even kijken van joh, wat voor vlees heb ik nou in de kuip en hoe gaan we deze meneer of mevrouw op een goede manier helpen. Dat ze hun aangifte op een veilige manier kunnen doen. Maar dat zullen ze op het politiebureau moeten doen. Martijn, jij bent sinds een half jaar wijkagent in Overvecht Noord. Wat zijn je ervaringen in Overvecht? We hebben natuurlijk heel veel jeugd in Overvecht. Die vallen in die zin niet per se op. Maar wat je wel in de coronatijd merkte is dat die veel meer op straat waren. Dat je daar wel ook wel wat meer overlast van had. Dat neemt nu af, gelukkig, de overlast. Dat heeft natuurlijk ook met het weer te maken. Ik ben vooral al wijkagent in Overvecht geworden. Omdat naast de problematieken die er zijn, het vooral ook een hele mooie groene wijk is. Met veel speeltuinen, dus veel kansen. Ik weet hoe het in Overvecht is, omdat ik daar al een paar jaar werk. En het is vooral een wijk waar heel veel werk ligt, waar heel veel uitdaging ligt. En waar voor mij als wijkagent de uitdaging is om te kunnen doen wat ik wil doen in de beperkte tijd die ik heb. Merk je inderdaad dat het de drempel verlaagt dat je hier zit? Nou, ik merk sowieso als ik op straat ben en ik praat met mensen en ik ontmoet mensen. Ja, mensen komen wat makkelijker naar je toe. Ja. Het verlaagt de drempel. En mensen zijn ook, die vinden het ook bijzonder dat je hier zomaar aan de counter met een bakje koffie zit. Dus dat geeft al voor de mensen weer dat je wat makkelijker te bereiken bent. Kijk, als ik in een politieauto zit en ik rij voorbij, dan heb je niet zo snel contact. Maar loop ik hier bijvoorbeeld ook op het winkelcentrum, op het shoppingcentrum, dan zie je gewoon dat mensen naar je toe komen en dat mensen met je praten. Is Overvecht uniek met dit project? Voor de stad Utrecht is Koffie met de Kop in Overvecht uniek. Maar het is volgens mij inmiddels al als een olievlek over het land uitgesmeerd in meer dan 23 gemeentes in Nederland. En in totaal, ik geloof inmiddels 63 landen in de wereld die dat doen. Het is een concept dat uit Amerika komt. Voor het volgende onderwerp gaat verslaggever Pim in gesprek met Harm Schoonhoven, die lid is van het Wijkplatform. De wijkraad Overvecht heet sinds 1 januari het Wijkplatform. En al 9 jaar actief in wijkraad, wijkplatform is Harm Schoonhoven. Hoe lang woon je al in Overvecht? Ik woon in Overvecht al een hele tijd. Ik denk sinds
1979 of zo. Ik woonde eerst op de Quango-drijven. Toen ben ik verhuisd hier naar de experimentele flats. En dat bevalt me nog steeds heel goed. Wat is er zo bijzonder aan wonen in de experimentele flats? Drie bijzondere dingen aan deze experimentele flats. We hebben per vier flats een gemeenschappelijke speelhal van 60 vierkante meter. Dus een heel grote ruimte waar we gemeenschappelijk iets mee moeten doen. En omdat we dat gemeenschappelijk beheren, is er ook een... als er een nieuwe huurder komt, hebben we inspraak in wie daar bij komt wonen. En het andere bijzondere is dat je binnen de flat zelf een beetje in kunt delen met schuifwanden. Dan heb je dus een veel hechtere band met je buren dan de meeste mensen in Overveen. Ja, dat klopt. En we organiseren ook bijvoorbeeld ieder jaar een parkschoonmaakdag. Dat hebben we nu, in verband met corona hebben we dat uitgesteld. Dus een paar weken geleden was de schoonmaakdag. Nou, we hebben toen met z'n allen het hele park met alle blikjes en troep opgeruimd. En drie dagen later kon je een foto maken en dan ligt er weer allemaal troep. Je hebt in je werkzame leven hele bijzondere studies gedaan en gewerkt. Kun je vertellen wat je gestudeerd hebt en wat voor bijzonder werk je deed? Ja, ik ben opgegroeid in Amsterdam. En toen ik van de middelbare school afkwam, wilde ik gaan studeren. Maar in die tijd, in 1967, was in Amsterdam studeren. Ja, daar kwam niet zoveel van terecht. Toen ben ik naar Utrecht gegaan. En daar ben ik eigenlijk blijven hangen. Zo kun je dat wel zeggen. En ik ben uiteindelijk theoretische sterrenkunde gaan studeren. Daar ben ik ook in afgestudeerd. Ik heb een paar jaar onderzoek gedaan. Je zit nu al 9 jaar in de wijkraad. Sinds begin dit jaar het wijkplatform Overvecht. Hoe is dat? Ik ben daarbij gaan zitten en toen als eerste toehoorder. En ik merkte dus dat je daar een heleboel dingen te horen kreeg. En dat geldt voor het wijkplatform ook. Die je anders niet te horen kreeg of veel later te horen kreeg. En het mooie van de wijkplatform, wijkraad, was natuurlijk dat je min of meer bindend advies aan BMW uit kon brengen. En een van de adviezen waar ik aan meegewerkt heb, en die ook mijn initiatief was een advies over sociale cohesie. Als ik met een tijdje weg ben, of met vakantie ga, of naar het ziekenhuis moet, zijn er buren die een oogje in het zeil houden, of plantjes water kunnen geven. Nou, dat zijn vragen die betrekking hebben op feitelijke sociale cohesie. En die vragen zijn nu toegevoegd aan de vragen die de gemeente gesteld. En dat zijn toch wel dingen waar ik trots op ben. We zijn 9 jaar actief in de wijkraad, het wijkplatform Overvecht. En je hebt dus nog heel wat dingen kunnen bijdragen aan de verbetering. Wat doet dat met je? Ja, ik ben daar toch wel trots op dat een aantal dingen daar voor elkaar gekregen hebben. En je kunt zeggen van, nou ja, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. Ik denk als we niet onze stem hadden laten horen, dat het alleen op een slechte was geweest. En voor het volgende onderwerp ga ik in gesprek met 2 mensen die mee hebben gedaan met de atelierroute. Vandaag gaan we op bezoek bij 2 kunstenaars die mee hebben gedaan aan de atelierroute. Gaat u mee? Waar komt eigenlijk jouw passie voor schilderen vandaan? Ik heb als kind al veel getekend en geschilderd en daar ook oefeningen in gedaan. En met vrienden en vriendinnen ben ik daarmee bezig geweest. Op latere leeftijd, vrij latere leeftijd, dacht ik van, ik wil heel graag daarmee weer wat mee gaan doen. Dus ik was klaar met werken eigenlijk. En toen dacht ik van, nou, ik ga toch met dat schilderen aan de gang nog weer. En graag in de klassieke technieken. Dus dat ben ik gaan leren. Ik heb ook wel op andere manieren getekend. Dus modeltekenen en klassieke opleidingen in Amsterdam en gevolgd en zo. Maar kortdurend. Dit is een schilderij wat op basis van warme bijenwas geschilderd is. En dat moet je dus heel snel doen. En
Ja, ik ben iemand die graag in de voorstelling schildert. En ja, dat is dan een olifant geworden met hyena's. En hier heb ik ook zand in verwerkt. En, nou goed, dus probeerde ja, eigenlijk een soort van overlevingsthema van te maken. Van ja, wie gaat het halen of wie niet. Weet je wel, zo van de hyena's of de olifant. De koude variant, dat is deze. Daar kan je dus wat fijner mee werken en wat gedetailleerder. Dat is hier een voorbeeld van. Op oud hout, dat blijft heel goed zitten. Het is ook heel duurzaam eigenlijk. Het is onverwoestbaar. En dat werd al door de, voor de tijd van de Romeinen gebruikt. En dat is best wel heel erg onbekend. Dit is iets... dit is de basis wat je dus bij de pigmenten gooit en dan of erin mengt. En dan wordt het deze verf. Maar dit wordt bijna niet verkocht. Dat moet je zelf maken. En je moet ook weten hoe het recept in elkaar zit. Dat is dus het speciale daaraan. Eigenlijk altijd al geschilderd en getekend. En als kind al heel veel gekleurd en getekend. Dat is zo doorgegaan. En van alle schilderijen die je hebt gemaakt, wat voor methode gebruik je eigenlijk daarbij? Ik gebruik eigenlijk verschillende methodes door elkaar heen. Dus gemengde technieken heet dat. En dat is met inkt en aquarelverf en acrylverf. En waarom eigenlijk specifiek deze methode? Wat trekt je daarin aan? Nou, ik vind gewoon prettig werken. Ik heb van alles geprobeerd, maar hier vind ik het fijnst om mee te werken. Ik schilder ook graag naar de natuur. Dus dingen, bloemen of vruchten. En dit is een combinatie van die twee. En ik vind het een leuk ding. Als je bijvoorbeeld kijkt naar alle schilderijen hier, welke is er dan eentje waarbij je iets meer zou kunnen vertellen of iets die bijzonder voor je is? Ik kan wel iets meer vertellen over dat schilderij wat daar hangt. Okay. En dat is een naakt en dat is gemaakt naar aanleiding van een naaktmodel. Dus iemand die dan gaat zitten en die kan je dan natekenen in een bepaalde tijd. En dat vind ik erg leuk om te doen. Dat was hem weer voor deze week. Wilt u de uitzending nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl en heeft u nog vragen of tips? Mail dan naar overvecht@uindewijk.nl. Tot volgende week!